Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over het Pest-van-Serine-syndroom. Wil je dan meer weten over dit syndroom? Blijf dan vooral even kijken. Hoi, leuk dat je nog kijkt. Zoals ik al zei, gaan we het vandaag hebben over Pest-van-Serine-syndroom. Pest-van-Serine-syndroom is, zoals je hier kunt zien, een syndroom dat zich plaatsvindt aan de binnenkant van de knie. Althans, de pijnklachten vinden plaats aan de binnenkant van de knie. Pest-van-Serine's zijn drie pezen die samenkomen aan de onderkant van het scheenbeen. We noemen dit ook wel de ganzenpoot door de vorm die deze drie pezen hebben. Wat daarnaast belangrijk is, is naast die pezen geïrriteerd kunnen raken, zit er ook onder deze pezen een slijmbeurs. En ook deze slijmbeurs die kan geïrriteerd raken. Nou, het is belangrijk om te weten wat de functie is van de pezen en de slijmbeurs, zodat we ook weten wat we eraan kunnen doen om deze klachten te voorkomen, maar ook om ze mee op te lossen. De functie van de pezen zijn als volgt. Voornamelijk het buigen van de knie helpen ze bij, het roteren van de knie, dus het draaien van de knie. En als laatste hebben ze ook nog functie dat ze de stabiliteit aan de binnenkant van het kniegewricht bieden, zodat je niet naar binnen kunt klappen met je knie. Hier zal ik dadelijk nog wat meer informatie over geven. Dan hebben we daarnaast nog de slijmbeurs. En de slijmbeurs is eigenlijk een klein zakje met vocht die onder deze drie pezen zich bevindt. Het heeft namelijk als functie dat hij een schokdemper is. En daarnaast zorgt hij er ook nog voor dat de pezen en de onderlaag niet ten opzichte van elkaar gaan schuiven. Maar dat die slijmbeurs er als een soort van stootkussentje tussen zit, zodat het soepel kan bewegen. En eigenlijk zorgt het dus ook voor dat het juist niet geïrriteerd raakt. Nu we weten wat de functie is van de slijmbeurs en de pezen, kunnen we wat dieper ingaan. Okay, hoe ontstaan deze klachten nu? Wat we zien vaak bij mensen die last hebben van het Pest-van-Serine-syndroom, is dat ze vaak met hun knie wat naar binnen klappen. We noemen dit een X-stand of X-benen van de knie. Of in medische termen noemen we dit een valgestand van de knie. Valgestand wil dus zeggen dat de knie naar binnen staat ten opzichte van je heup en je enkel. We laten in dit volgende filmpje al even zien wat een juiste stand is van de knie. Dus op het moment dat we gaan bewegen en we proberen de heup en de knie en de enkel mooi in één lijn te houden. Of wat we zien gebeuren als we een ineffectief beweegpatroon hebben, waarbij we zien dat de heup mooi recht blijft, maar dat de knie wat naar binnen gaat ten opzichte van de heup en ten opzichte van de enkel. Nou, er zijn meerdere factoren die hiervoor als oorzaak kunnen zijn. Een aantal risicofactoren waardoor dit sneller ontstaat is eigenlijk alleen al het zijn van een vrouw. Want vrouwen hebben nou eenmaal bredere bekken dan mannen. Dus wat we vaak zien is dat die hoek bij een vrouw wat groter is en daardoor hebben ze automatisch ook wat meer risico op het oplopen van deze klachten. Daarnaast zien we vaak dat slijtageklachten, dus artroseklachten, ook een invloed hebben doordat je vaak anders gaat bewegen. We gaan anders bewegen en daarbij gaan we vaak ook de knie wat meer naar binnen laten zakken. En dan komt er ook meer stress op deze structuren te staan. Nou, daarnaast kunnen we overgewicht zien als een oorzaak voor dit soort klachten. Er komt nou eenmaal meer druk op de knie. En vaak zien we daardoor ook dat die stand, dus die X-stand, die stand naar binnen toe, vaker voorkomt bij mensen met overgewicht. Wat daarnaast een belangrijke risicofactor is als je last hebt van suikerziekte. Suikerziekte zorgt er namelijk voor dat je pezen minder goed op bloed zijn en daardoor dus ook minder goed kunnen herstellen. Op het moment dat er dus een belasting of een irritatie op die pezen komt en die pezen kunnen zich niet goed herstellen en dat bouwt zich op, want dat gebeurt opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, dan zie je dat die irritatie ontstaat en misschien die slijmbeurs mee gaat spelen en dan zien we dat Pest-van-Serine-syndroom ontstaan. Daarnaast is nog een belangrijke risicofactor als je heel veel repeterende bewegingen maakt. Dan moet je voornamelijk in sporten denken. Denk aan hardlopers die constant met hun knie dezelfde beweging maken. En datzelfde geldt bijvoorbeeld fietsers die ook elke keer die omwentelingen met hun knie maken. Als die knie dan constant in de verkeerde hoek belast wordt, ja, dan is die kans op overbelasting natuurlijk groter. Nou, dit zijn een aantal risicofactoren die hier op in kunnen spelen. Wat je daarnaast nog ziet is dat vaak een spierzwakte een oorzaak kan zijn van dit soort klachten. Nou, dat kan zijn een spierzwakte vanuit de heupspieren.
Door een zwakte zien we dat de heup wat meer naar buiten gaat en dus automatisch ook de knie wat meer naar binnen laat komen. Of bijvoorbeeld platvoeten, doordat de enkel wat meer naar binnen gaat, zien we ook dat de knie daardoor volgt en ook naar binnen komt te staan. Dus naast de factoren zoals in ziektes en aandoeningen en in sporten zie je ook nog dat het een zwakte van spieren kan zijn wat tot dit soort klachten kan leiden. Nu we weten wat de oorzaken kunnen zijn van de klachten, is het vooral belangrijk, oké, hoe kan ik nou mijn klachten herkennen? Hoe weet ik nu dat ik misschien wel een persoonsrinus syndroom heb? En wat moet ik er daarna aan doen om er zo snel mogelijk vanaf te komen? Nou, hoe kun je nou herkennen? Persoonsrinus syndroom voelen we voornamelijk aan de binnenkant van de knie. En die voelen we eigenlijk voornamelijk op de locatie waar de drie pezen aanhechten en ook waar de slijmbeurs zich bevindt. Dat is ongeveer 5 centimeter onder de gewrichtsplaat. Dus het is wat lager aan de binnenkant van de knie en niet precies midden in de knie. Wat we daarnaast kunnen zien is als de slijmbeurs meespeelt, dat er wat zwelling ontstaat aan de binnenkant van de knie. Ook weer ter hoogte van het scheenbeen. We zien vaak dat mensen last hebben van ochtendstijfheid. De pezen zijn vaak minder doorbloed in de ochtend. En op het moment dat die dan net gaan bewegen, zie je dat er meer pijnklachten ontstaan. Als we een tijdje aan het bewegen zijn en die pezen zijn wel beter door bloed, dan zien we vaak dat er minder klachten voorkomen. Ditzelfde komt elke keer terug op het moment dat we lange tijd hebben gezeten, die pezen hebben afgekoeld en we gaan vervolgens opstaan en we komen weer in beweging. Ook dan komen deze klachten vaak het meeste aan bod. Daarnaast kunnen we zien dat bijvoorbeeld bij de sporten die ik eerder heb genoemd, als we deze constant gaan doen, dat we elke keer na het sporten en op een gegeven moment zelfs tijdens het sporten deze klachten gaan ervaren. Blijf je hier heel lang mee rondlopen, dan zien we zelfs dat de klachten constant aanwezig kunnen zijn en dat het niet meer uitmaakt of dat je nou wel of niet beweegt. Je voelt de knie constant zeuren en irriteren. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste symptomen om de klachten te kunnen herkennen. Hoe gaan we dit nou behandelen? Nou, omdat dit veel te lastig is en omdat er heel veel verschillende oorzaken kunnen zijn, kunnen we niet in één filmpje direct zeggen wat nu de beste behandeling is voor dit soort klachten. Om hierachter te komen is het vooral verstandig om samen met een specialist te gaan zoeken, nou, oké, wat zijn nou voor mij de ontstaanswijzen dat ik deze klacht heb opgelopen en hoe kan ik dit oplossen? Ligt dit bijvoorbeeld aan een spierzwakte of heeft een aandoening daar verder nog invloed op? Moet ik iets gaan trainen? Moet ik juist gaan ontlasten? Al deze verschillende factoren hebben invloed op jouw klacht en zul je dus samen met iemand moeten bespreken die daar verstand van heeft om uiteindelijk stappen te maken om van dit soort klachten af te komen. Vooral belangrijk is dat je actie onderneemt en niet te lang blijft wachten voordat de klachten eigenlijk steeds erger en erger en erger worden. Want hoe langer je wacht, hoe langer het vaak duurt voordat je van de klachten afkomt. Dus neem snel actie. Dit is het einde van de video. Hopelijk heb je er wat van geleerd. Vond je dit nu een leuke en interessante video? Geef dan vooral een likeje. En wil je meer van dit soort video's over knieklachten zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Doei.